In Marlijne at Home neemt Marlijne de Wouters ons mee naar mensen met een bijzonder levensverhaal, persoonlijkheden met een uniek talent of uitgesproken visie. Ze wordt de koningin van het ondernemen genoemd en de keizerin van de lingerie. Volgens haar dragen 70% van de vrouwen een verkeerde BH. We zijn vandaag bij onze Noorderburen in Rotterdam en gaan op bezoek bij Marlies Dekkers. Marlies Dekkers woont samen met haar dochter Zilver in een deftig, traditioneel en typisch Hollands herenhuis. Een paar jaar geleden kocht ze de aanpalende woning en voegde ze de twee panden samen. De inrichting is tot in de details verzorgd. Alles is doordacht. Elke hoek is een statement. En in iedere kamer heeft ze een andere sfeer gecreëerd. Nou, welkom in de Miami Suite, noem ik zelf dit. De Miami Suite? Ja. Is het echt? Ja, ik heb verschillende namen voor verschillende ruimtes. Omdat het zo'n groot huis is en dan weten we elkaar ook te vinden. Kunnen we tegen elkaar ook zeggen waar je zit. En dit heb ik zelf de Miami Suite genoemd. Dit is ongelooflijk lichtgevend als je het vergelijkt met een trap. Maar je merkt direct, Marlies, dat je heel erg durft. Hè? Want het viel mij meteen op in die gang, die horizontale en de verticale strepen. Ja. Het zou eigenlijk niemand durven, nee, maar jij nee. wel. Ja, klopt. En interieur zijn voor mij ook een vingeroefening uiteindelijk voor mijn collecties. Dit stuk heb ik het afgelopen half jaar bijgekocht en ontworpen. Beneden is het veel donkerder, veel zwaarder kleuren. En ik wilde gewoon ook met mijn collecties veel meer gaan doen met sterke kleuren. En dat heb ik eigenlijk hier voor het eerst uitgeprobeerd. Want ik wilde eerst in wonen, leven. Om het echt te kunnen doorgronden van wat doet een kleur nou. En dat heb ik heel lang met zwart gedaan, met wit gedaan, met rood gedaan. En met nogal een paar kleuren. Maar ik wilde echt meer experimenteren. Want je bent echt, dat weet ik, je bent echt heel wat je zelf noemt moody. Hè? Dus heel erg gevoelig. Ja, ik ben heel erg stemmingsgevoelig. En gevoelig ook voor kleur en voor stemmingen en voor geluid. Ja, voor geluid ook. Ja, voor geluid ook. Dus ik vind, ja, uiteindelijk brengt alles bij elkaar een sfeer. En ik vind, daar moet je zorgvuldig in zijn. En ik probeer dat uit in mijn eigen omgeving. Ja. En hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Als je je vrolijk voelt, dan kom je hier zitten. En als je een beetje neerslachtig bent, dan ga je in de donkere kamer. Nee, want het is niet neerslachtig betekent. Of donker is niet per se neerslachtig. Nee. Het is meer van, dat is juist heel sferisch. Ah, ja. Ik vind het meer Dostojevski, ik vind het meer Russisch, meer mystiek. Dus als je Sherlock Holmes, weet je, kan juist heel spannend zijn. Ik denk dat is eigenlijk het leuke ook van dat vrouwen niet meer één type hoeven te zijn. Dat je juist allerlei soorten types kan zijn. Chameleon. Maar hoe is dat bij jou? Dat is ook met interieur. Ja, maar je staat 's morgens op en je staat voor je garderobe. En ben je zo'n vrouw die alles uit de kast haalt en denkt van, nee, daar voel ik me niet zo goed in. Nee, helemaal totaal niet. Ik ben heel trefzeker. Ik weet, het is dat. Maar voor mij is kleding mijn dagboek, zeg ik altijd. Dus hoe ik me voel. Zo kleed ik me, maar dat denk ik niet bij na. Marlies is een zelfzekere vrouw die houdt van orde en netheid. Zelfs met twee eetkamers, twee woonkamers en twee keukens heeft ze alles onder controle. Ze neemt me mee naar haar dakterras, waar we een prachtig zicht hebben van 360 graden op de pittoreske daken van Rotterdam. Keihard heeft ze hiervoor moeten knokken. Ze groeide op in het Brabantse Oosterhout in een traditioneel gezin met weinig geld en weinig cultuur. Marlies, je bent een ongelooflijk dynamische vrouw. Wat voor een kind was je eigenlijk? Als kind was ik toch wel dromerig. Het was niet zo dat ik al helemaal het doel had voor ogen van waar ik nu ben gekomen. Ik kom uit een arbeidersgezin. De bedoeling was dat ik huishoudschool, dus dat is eigenlijk voor huisvrouw een opleiding. Het enige wat ik wel deed, was dat ik een hele grote fascinatie naar lingerie had. Dus ik wilde op mijn 7e al een charretel. Die vroeg ik aan mijn moeder, waarbij ze zat van niks ervan. En ik stond echt net als Pippi Langkous in die snoepwinkel, die mooie scène. Dat ze zo helemaal verlekkerd voor het raam staat te kijken, voor de vitrine. Zo stond ik zeg maar altijd al bij lingeriewinkels. Dus
Ik vond lingerie van jongs af aan al een heel mooi... Fascinerend, mooi. Spannend, vrouwelijk, grote meisjes. Ik was zelf nog jong en ik wilde heel graag een groot meisje zijn. Ja. En hoe reageerde je moeder daarop? Want je zei van, had ze zoiets van, oh nee, dat is not done. Mag ja, weet je, mijn ouders vonden me gewoon raar. Dus ik was een beetje een kiefietsei. Ik was gewoon een ander soort kind. Waar zij niet zo heel goed mee wisten, wat moeten we hier nu mee doen? En ze hebben vooral heel veel liefde gegeven. En ik denk dat dat het beste is ook wat ze hebben kunnen doen. En daar ben ik ze nog steeds ontzettend dankbaar voor. Dus ze hebben gewoon een heel warm liefdesnest gegeven. Maar verder dan zegt ze, ja, je moet het echt zelf uitzoeken. Want wat jij allemaal wil, daar kunnen we jou helemaal niet in begeleiden. Nee. En had je zelf op een gegeven moment twijfels over... Ik zal niet zeggen je geestestoestand, maar had je zelf zoiets van, ik zal wel niet normaal zijn, want hè, ik voel zoveel dingen en ik wil zoveel dingen en wat moet ik daar nu allemaal mee? Nou, het was wel, ik ging niet twijfelen, maar het was wel ingewikkeld, want ik kon geen woorden geven aan die storm in mijn hoofd. Ik had als kind voor mijn gevoel, het stormde net. En ik denk, als ik gewoon goed had kunnen schrijven of mooi had kunnen schrijven, dan was ik denk ik schrijver geworden. Maar vanuit mijn achtergrond heb ik niet een hele goede scholing gehad, zeg maar, ook in taal. En ik sprak Brabants, dus best wel met een dialect en dat soort dingen. Nou, boeken, literatuur kwam pas in mijn 18e in mijn leven. Dus het was meer van, ik denk, achteraf gezien iemand die heel creatief is, maar niet wist wat creativiteit was. Nee. Dus daar dus ook geen woord voor had van, oh, dat is een creatief kind, dus die moet je op die manier prikkelen. Dus ik heb het zelf stap voor stap uitgevonden, uitgezocht en daar hebben ze me alle ruimte voor gegeven. Nou, ik denk dat dat ook al heel knap is, als je dat als ouder durft. Je bent echt een self-made woman, zoals ze zeggen. Hoe ben je dan uiteindelijk van de huishoudschool op de academie geraakt? Want dat is een hele weg. Dat moet een hele weg zijn geweest. Ja, want dat is van lager onderwijs uiteindelijk naar hoger onderwijs. Leren, net zo lang gaan zoeken van, is er een mogelijkheid dat ik een sprong kan maken van lager onderwijs naar hoger onderwijs. Uiteindelijk een school gevonden die dan in 3 jaar je opleidde op HAVO-niveau. Nou, en dat gedaan. En alleen maar leren, studeren. Dag en nacht was ik ermee bezig. Terwijl voor anderen toen de HAVO met 2 vingers in de neus. Maar ik kwam gewoon vanuit een achterstand. Dus ik moest daar wel echt hard voor werken. En toen ik dat eenmaal had, toen kon ik naar de kunstacademie. En vanuit daar kon ik verder vliegen. Komt daar je bijnaam vandaan? Rupsje nooit genoeg? Ja, die vaak. Zo mooi. Ja, mijn vriendinnen zeggen dat inderdaad vaak. Rupsje nooit genoeg? Ja, nou, ik denk wel dat dat op een bepaalde manier klopt. Maar ik denk ook dat dat komt omdat dat al jong is begonnen. Omdat niks aan kwam vliegen, niks kwam makkelijk. We altijd voor moeten knokken. Dan op een gegeven moment is dat een soort state of mind. Ben je zeg maar altijd weer bezig met het volgende doel of met de volgende ambitie. Mm-hmm. Ambitie is een monster, dus het kan je ook opeten. Mm-hmm. Veel mensen krijgen er uiteindelijk hartklachten van. Mm-hmm. Dus ik heb mezelf toen op een gegeven moment wel afgevraagd van... je hebt een ambitie, maar hoe wil je die ambitie bereiken? Wil je dat je eigenlijk allemaal rimpels krijgt en heel zorgelijk en... wat je veel ziet, hè? Mensen worden wel dikker. En toen dacht ik, nee, ik heb een ambitie, maar uiteindelijk is mijn gezinsleven het belangrijkste. En hoe ik mezelf voel en dat ik gelukkig ben. En het moet wel in de goede balans met elkaar. Marlies heeft bijna 20 jaar geleden haar bedrijf vanuit een tafeltje in de slaapkamer opgebouwd. Inmiddels heeft ze 200 werknemers in dienst in 20 verschillende landen. Ze lanceert jaarlijks verscheidene stoere en sexy lingerie collecties. Volgens haar draagt het merendeel van de vrouwen een verkeerde BH. 70% van de vrouwen draagt gewoon de verkeerde maat. Dat is hetzelfde als je schoenmaat 38 hebt en 36 draagt. Hè? Dus dat gaat of knellen, of het ondersteunt niet goed, of het zit er te ruim in. En dat is gewoon heel erg zonde, want het is... Jij hebt er zelfs een wiskundige formule voor bedacht, hè? Om een, In principe is een goede pasvorm is wiskunde. Ah, en wat is de formule dan? Ja, dat ga ik natuurlijk niet zeggen. Okay. Maar het is wel door heel veel onderzoek en meten en kijken en uitproberen hebben we uiteindelijk
zijn we erachter gekomen van, nou, als je die formule hebt, dan zit de BH gewoon het mooist. Maar zou je dan niet eigenlijk op iedere vrouw een aparte BH moeten maken? Nee, dus dat is zeg maar wat mij is gelukt. Dat als we uiteindelijk zeg maar meten van, als je dat meet, dan pas je in maat 75C, zeg maar. Okay. Maar dat iedere 75C is anders. Ja. Bij de een staan de borsten zo, de ander zijn het mooie jonge borstjes. Ja. De ander net naar de borstvoeding, de ander al wat ouder. Ja. Weet je, ik vind het lichaam is een canvas, is een doek, is mijn doek waar ik op kan schilderen. Maar je hebt normaal een doek strak opgespannen. En voor mij is het juist een levend geheel. En dat vind ik nou juist ook zo interessant aan mijn vak. Omdat het niks is gelijk en het kan ook ongelijk zelf zijn. En als het je dan lukt, dat je toch, zeg maar, als 10 vrouwen die meet als 75 zijn, dat het ook allemaal past en goed zit. Ja, en dat je al die oneffenheden, zeg maar, kan corrigeren. En uiteindelijk een heel mooi profiel kan maken. Waar een vrouw zich trots voelt en ja, juist dat je schouders naar achter en zoiets van, nou, weet je, ik voel me goed. Dan word ik daar in ieder geval heel blij van als je dat vrouwen kan geven. Ja. Is dat ook de reden waarom 90% van de mensen die bij jou werken vrouwen zijn? Nou ja, ik ben dol op vrouwen, dat is gewoon zo. Ik vind het hele bijzondere wezens en ik geloof enorm in ze. En op een bepaalde manier wil ik er ook een daad mee stellen. Omdat zoveel vrouwen uiteindelijk niet doorstromen in bedrijven. Mm-hmm. En heel veel vrouwen stoppen met werk en in combinatie met kinderen en werk. En dus het is voor mij echt een ambitie geworden om te kijken van, ja, al dat goede talent juist aan je te binden. En te laten zien van, ja, wow, weet je wel, dat is juist power. Aan de andere kant discrimineer ik daar natuurlijk wel de mannen een beetje mee. Maar goed, dat mag dan ook wel eens maar gebeuren. Maar in deze samenleving vind ik dat best wel kan, omdat het aan de andere kant zeg maar ook zoveel gebeurt. Maar wij moeten met elkaar ook echt altijd zeggen, ja, nu echt proberen een man aan te nemen op die functie. Maar ja, we kunnen elkaar natuurlijk veel beter uitlezen. Net als mannen ook elkaar beter kunnen uitlezen. Professioneel heeft Marlies zich goed weten te omringen. Maar toch is de rode draad in haar leven afscheid nemen en de eenzaamheid die erop volgt. Ze is naar een psycholoog geweest om het gevoel waarmee ze worstelde te plaatsen. Ik kan niet met vriendinnen zeg maar gaan delen van, Lady Gaga belde nog. Nou, daar hebben we iets voor gedaan. En toen heb ik bij de bank dat gedaan. En nu gaan we strategisch gaan we dat doen. Dat kan je niet delen. En dat kan je zeg maar ook niet zo op die manier zeg maar op die schaal allemaal delen met je medewerkers. Kun je dat met niemand in je leven? Nou, het is niet dat je het met niemand in je leven, maar om dat te durven, moet je door gewoon een heel proces heen. En dat is eenzaam. Die weg is eenzaam. Die weg is eenzaam, want het is een mens, en vooral vrouwen, hebben heel erg de neiging om te verbinden. En je wil vriendinnen maken en je wil hetzelfde. Nou, niemand doet hetzelfde als ik. Dus dat is alleen dat al, moet je dus durven uit die verbinding te gaan. En van, ik moet doorgroeien. Dus het is, zeg maar, komende vanuit mijn ouders, moest ik tegen mijn ouders al zeggen van, ja, ik hou ontzettend veel van jullie, maar ik wil iets anders dan dat jullie dachten wat goed voor mij was. Nou, dat is al, dat gelukkig goed gegaan dat we het contact kunnen houden. Maar dat is ook met al mijn vriendinnen gebeurd. Van, ja, huisartsschool, ja, heel fijn, maar ik ga doorstuderen. Doorstuderen, ja, dan hoef ik jou niet meer te zien. Oh ja, ging zo werkt dat. Want mensen zijn groepsdier. Alles wat niet gedraagt volgens de groep wordt uitgestoten. Dus dan ga je naar de volgende. En dan ga je naar het volgende. En dan ga je naar het volgende. En dat is een ander menstype die zeg maar nog contact heeft met vrienden van vroeger. En in hetzelfde stad woont of in hetzelfde dorp. Het is echt op alle fronten ben je uitgevlogen. En het is niet erg, het is niet om zielig te zijn, maar dat is wel iets waar je mee moet dealen. Om je eigen talent te accepteren en ook daarmee te durven leven.